Maar hier, even zo'n hondje. Alle haartjes, oh, ze is zo nat, hè. Oh, godje dikkie. Ja, even warm worden, hè. Boven de kachel en opdrogen, hè. Nou, Rijka, die ken je al, maar Elwin, ja, die ziet jou ook voor het eerst. Je ziet het. Zo vals is ze nou. Oh, wat ben je, ja, dat werd gezegd. Ze is heel erg vals. Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer even zien, 21 december, het is maandag en we leven om 3:03. Ja, ik ben laat, ik het andere dingen te doen gehad, dus ja, en ik ben net weer binnen. Ik had mijn capuchon op, dus mijn haar, ik weet niet hoe dat zit. Maar die twee zijn er even nat en vooral aan Rijka kan je het heel goed zien. Maar er zit er nog eentje in de weg weg en dat is meneertje Kandalf. Ja, die staat te eten, die is ook nat. Hier, maar hier, even zo'n hondje. Alle haartjes, oh, ze is zo nat, hè. Oh, godje dikkie. Ja, even warm worden, hè. Boven de kachel en opdrogen, hè. Ja. Oh, godje toch, hè. Oh, sorry. Hé? Goedje toch, hè? Ja, je bent ook een lieve meisje. Elwin. Elwin. Je bent ook lief, hè? Ja. En zo'n mooie meid, hè? Jullie zijn zo mooi, hè? Ja, opa. Zo vies, zo vies, zo nat, zo nat. Hè? Maar ja, oké, ik heb de kerstverlichting aan, want het is zo donker. Ja, enkel bij mijn hoekie niet, daar hangt ook kerstverlichting, maar dat gebruik ik niet als kerstverlichting, maar als schemerlampje, dus ja. Ik vind het al bijzonder, hè. De kerst, dat geeft mij gewoon, ja, een gelukzaligheid, gevoel, een warm gevoel. Ja, helaas, het is niet meer zoals het was. Vrede op aarde. We hebben wel een beetje vrede op aarde. Maar ja, is dat gewoon weg niet meer. Iedereen heeft haat en nijd. Jaloezie om iets wat een ander heel goed kan en diegene niet. Maar diegene is weer ergens anders in goed wat degene. Ja, waarom dan jaloers? Je hoeft niet jaloers te zijn, net voor nooit. Nee, meisje, nee. Nee. Zo heb ik ook eentje op Facebook gehad, die was jaloers op mij. Naar mijn idee, want anders ga je er geen ruzie om maken en dan ga je niet iemand blokkeren. Ze vroeg aan mij in mijn PB, Messenger, hoe komt u aan die plaatjes? Ik zei nou welke plaatjes, want ik deel zelf ook wel eens van een ander. Vooral als het op waarheid berust en mooie plaatjes zijn, dan deel ik dat. Ik zeg, welk plaatje bedoelt u? Nou ja, alle plaatjes. Ik zeg, ja, ik zeg alle plaatjes, maar ik deel zelf ook nog wel eens van iemand anders. Ik zeg, het is maar net welk plaatje u hebt gezien. Nou, toen ging zij dus zoeken naar een plaatje. En toen kwam ze inderdaad met een plaatje eraan, die ik maakte. Ze zegt, deze. Ze zegt, zo mooi, waar hebt u die vandaan? Ik zeg, nou, kijk goed wat er in die hartje staat, links en rechts. Nou, links staat erin, plaatjes zijn er om te delen. Rechts staat mijn nickname als logo erin. En dat melden zij dus ook. Ik zeg, mooi, ga nou eens naar mijn tijdlijn. Hoe doe ik dat? Ik zeg, nou, via mijn naam kun je daar komen. Naar mijn profiel komen. Ik zeg, ga daar maar eens naartoe. Ik zeg, je probeert het maar. Ik zeg, je zit lang genoeg op Facebook om het eigenlijk te weten. Ja, maar ik heb het nooit gedaan. Nou, ik zeg, probeer maar. Nou, zij geprobeerd en het lukte. Nou, ze zegt, ja, die naam staat ook bij u. Ik zeg, nou, ik zeg, dus, dat wilt ze inhouden. Ja, dat u ze maakt. Ik zeg,
Ja, 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 maar dat geloof ik niet. Dat kan niet. Zo mooi, zo, zo ontzettend bijzonder mooi. Ik zeg, ik maak ze zelf. Nou, dat geloofde ze niet. En ze heeft uit pure jaloezie, heeft ze mij dus geblokt. Want ze zei dat ik ze van internet plukte en zelf die hartjes er dan in zet en verder niks. Nou, ik zeg, ik maak ze toch wel werkelijk zelf. Ik zeg, het gebeurt ook wel eens dat ik een bestaansplaatje van iemand krijg. Ik zeg, en dan vraag ik van, maak die even bewegend, dat ik er een gif van maak. Nou, dan doe ik dat, want dat wordt mij gevraagd om dat te doen. Ik zeg, dat doe ik ook wel. Ik zeg, als jij mij een foto geeft van jouzelf, kan ik jou in Spanje neerzetten. En dat kan niet, en dat bestaat niet. Ik zeg, nou, je moest dus weten wat er allemaal kon met een plaatje maken. Ik zeg, ja. Nou, ze wou me niet geloven dat ze heeft me zo geblokt. Nou ja, toen ben ik even in de groep gekeken of ze ook lid was van onze groep. Ja, ze was ook lid, dus ik heb eventjes een ander getipt. Ik zei, die moet er even uit, want ze heeft mij geblokt. Ik zeg, om die en die redenen. Nou, dat vonden ze vreselijk. Ja. Dat doe je niet, zo ga je niet met mensen om. Nee toch? Nee. Maar wat ik nou ga doen, ik ga eventjes een bakje koffie maken, want ik heb dorst. En vanavond, ja, 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 rond de klok van 7:30, gaat hier de deur open. En er komt onze enige echte Chrissy naar binnen. Ik ben helemaal weer in mijn schoot. Ik heb er gisteravond aan de telefoon gehad. Dus ja, helemaal weer geweldig. Oh ja, en ik heb 2 kaarten gekregen. Alleen nog, ja, eentje is geen kerstkaart. Dat is gewoon groeten. Maar het is wel voor de kerst bedoeld. En dan schrijven ze mijn man zijn naam erbij op. Hè? JHG. Hallo, die is er niet meer. Het is nou aan MWC. En de rest is gewoon hetzelfde. Maar ja, oké, het is al een oudere dame. Ver in de 80. Dus, maar ja, die zal ik straks bellen. En dan van mijn dierbare, liefhebbende zoon, David Luisterburg. En zijn vriendin, mijn schoondochter Marieke. Nou, en dan de hondjes, Kloe en Saar en de vogels en de visjes. Dus ja, hartstikke leuk, hartstikke lief. Dank jullie wel, lieverd. Ik weet dat jullie af en toe eens naar mijn vlog kijken, dus dank jullie wel. Ja, en ik zal je zo ook even appen. Dank je wel, lieve schat. Kusjes. Doei. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga dat ook doen. Ik moet de vlog in elkaar zien te fixen. Ik zou eigenlijk nog naar de FOMA om nog weer eventjes 2 gebakjes te halen, maar ik heb ook nog een boterkoek, dus dat ik vanavond ook wil, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Het regent hier, het spoelt hier bij tijd en wijl met die hele hoge pieken. Ik weet niet hoe we er nou voor staan. Even kijken, daar naartoe. Laden. Nou, we hebben nou dit, hè. Maar we hebben al een piek gehad van een zwaar. En daar liep ik dus toen in die zware piek. Ja. Ik begon gewoon met een klein beetje en ineens moest je het zo uithaal. Nou ja, pech. Ja, gewoon pech. Nou, oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds officieel. Net 5:00 geweest op de grote klok en op mijn horloge. Ja, 5:08. En het is buiten natuurlijk alweer donker. Ja, en het regent maar één stuk door hier al in Den Helder. Ja, maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben geen weergod, nee. En zoals jullie zien, ik heb de kerstboom lekker achter me. Ik denk, ik ga eens even anders zitten. Kerstboom achter mij, ja. En ik had hem maar zover, ik weet, 1 keer, 2 keer gefilmd, zoiets dergelijks. Ja, ik kwam nat in de regen thuis, ja. Dus 2 keer, dit is de 3e keer. Ik heb ook al een vlog weer in elkaar gezet, die is klaar, die kan ik naar YouTube brengen. En dan moet ik weer de filmpjes die ik gisteren op mijn pc heb gezet, weer in mappen doen. Dus ik heb nog
meer dan genoeg te doen. Ja, daar ga ik zo even mee beginnen. Ik zal even een bakje koffie klaarmaken, want daar heb ik wel zin in. En dan breng ik deze naar YouTube. En dan ga ik filmpjes in mappen doen, zodat ik weer verder kan. Dus ja, lieve vrienden, ik heb 2 keer gevlogd, gisteren 1 keer gevlogd, geloof ik, dacht ik. Ik weet het allemaal niet meer, maar het doet er allemaal niet toe. Ik ben een beetje, ja, met alles en nog wat tegelijk bezig in mijn hoofd. Dat ik vergeet gewoon momenteel om af te sluiten, et cetera. Noem maar op. Nou ja, als de vlogs op zich maar leuk worden, ja toch? Ja, vind ik van wel. Karin is ook helemaal hout op de boter wat dat dan gaat. Die vergeet ook dingen. Maar daar zijn we ook mensen voor, weet je. We mogen vergeten. Wij zijn geen robotten. Nee, robotten die behoort alles perfect te doen. Maar ook een robot is door een mens in elkaar gezet. En ook die maken fouten. Dus een robot kan ook fouten gaan maken. Hé, Alwin? Ja, die ligt lekker onder mijn bureau. Ik weet niet of ze daar te zien is. En Rijka, die ligt zo voor op de bank. Want ja, ze is met een pootje vandaag bezig. En dan moet Karin maar naar kijken als die weer Rut weer eens keer hier is. Ze is met, volgens mij, met haar zweefnageltje bezig. En die zie je iedere keer dat pootje, het lijkt wel alsof dat nageltje te lang is, of weet ik veel. Want ik heb er geen verstand van of dat die iedere keer tegen de huid aankomt, dat dat zeer doet. Ik snap het niet waarom ze dat maar doet. Het is iedere keer gewoon bij dat zweefnageltje, ik heb er opgelet. Dus ja, we wachten het wel af. Dus ja, ik zal het toch eens aan Karen weer vragen of ze daar nou kijken wil, want ik durf dat niet en zij durft dat weer wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, gaan verder. En voor straks smakelijk eten, bon appetit. Tuurlijk probeer ik vanavond te vloggen als ook onze lieftallige Chrissy er weer is. En ja, we hebben elkaar weer een tijd niet gezien. Ze is ook weer een beetje ziekjes geweest. Wat verkouden, et cetera. Nou, daar is ze weer vanop geknapt. En dan kan ze weer komen. Ja, nou, komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus zeggen, hou vol goede moed, want dan doe je het goed. Fijne avond. En kus. Doei, lieve vrienden. Nou, zoals jullie zien, Chrissy is gearriveerd. Maar ze wordt gelijk omringd door 2 lieftallige honden. Die haar even heel veel liefde geven. Geweldig. Ja, 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 ja. Oh. Allebei. Wat kan ik doen dan? Ja. Oh, gosje dikje. Oh, gosje dikje. Hé? Nou, Rijka, die ken je al. Maar Elwin, ja, die ziet jou ook voor het eerst. En je ziet het. Zo vals is ze nou. Oh, wat ja, dat werd gezegd. Ze is heel erg vals. Wat ben jij toch vals? Ja, oh, dat ze een andere echt hond had gebeten, de oog eruit. Nou. Beestje, je moet leven lang zonder oog. Wat? 1 oog minder. Beestje doet helemaal niks, hè? Oh, nee. Nu is het lief, hè? Ja. Hallo, lieve kijkbuiskinderen. Daar zijn we weer. Ja. Geweldig. Ja, ik had even de aandacht voor mijn andere 2 kindjes. Ja. Ja. Moet gebeuren, hè? Ja. Zo lief, zo lief. Maar ja, nogmaals, gecondoleerd met jullie hondje. Ja, dankjewel. En lieve vrienden, we gaan weer verder aan deze kant. We gaan het gezellig maken. Ik ga even een bakje koffie maken met wat lekkers erbij. Ja. En ja, de televisie hek natuurlijk aan. Jullie weten wat mijn favoriete programma's zijn. En daar kijk ik even goed van. Ja. Om 17:50 hebben we onze hond moeten laten inslapen. Hij was ziek, kon niet meer lopen. Zijn achterlijfje ging niet meer mee. Zijn lijfje kon het, op zijn pootjes kon het zijn lijfje niet meer dragen. Wat had hij? Een ouderdom. Ouderdom, nee. Ik zat even aan Frodo te denken. Het was een zwarte groene dale. En hij was 13 jaar oud. Dus dat is op zich al heel erg oud voor een grote hond.
Ja. Maar goed, we hebben nu... Maar ja, ik zat even aan Frodo te denken. Die kon zijn achterlichaam kon die ook niet meer. Nee. Maar die kreeg verlammingsverschijnselen. Nee, dit was gewoon echt de ouderdom. Ja. Het was gewoon op. Ja, nou ja, nou Eowyn dus ook. En het weg. Was een grote vechter, maar ja. Het ging niet meer. Zeg, wil jij niet in mijn decolleté lopen te tutteren? Ja, maar ik ben nog een meisje, dus. Het kan me niet schelen. Moet je luisteren, ik ben niet lesbisch, hoor. Nee, nee maar ja, zo ja. Eowyn mis ik ook nog en Frodo mis ik ook nog. Maar ja, dat hou je. Ja, dat hou je toch. Ja. Ja. En vooral deze tijd, hè. Rottijd. Ja, het is zometeen stil in huis. Ja. Daar komen we ook wel weer over. Ja, want dat is geen vervanging van Eowyn. Nee. Maar we hebben haar gewoon gered van de nou ja, mishandelingen. Ja, het is geestelijke mishandeling wat er gaat. Zij wel, hè. Zij, oh, en jij hebt zo'n lief huis en zo'n gelukkig huis. Ja, daar kan je alleen maar gelukkig in zijn. Ik hoef niet zo spiegel te kijken. Ik kan ook heel spiegel. Nou, ik zal weer sluiten, want ik wil koffie en jij ook. Nou ja, daar kom ik eigenlijk voor. Daarom, hè. Ja, niet alleen daarvoor. Daarvoor, hè, nee. Gezellig genieten. Dus. Weer even gezellig bij elkaar. Ja. Nou, lief. Hey, luidjes, ik weet niet of ik jullie nog zie, maar in ieder geval hele fijne feestdagen toegewenst. En vooral, ja zeker, vooral een heel gezond en gelukkig 2021. Dag allemaal.